Het avontuur is al lang begonnen. Iedere dag commercieel vanaf de Noordzee. When a man loves a woman, dat is nooit weg om 7:08. Daar waren we ook alweer gebleven, een jaar of 10 geleden. Toen zeiden we zwaai, zwaai, bye, bye. En toen waren we een tijdje niet op de radio te horen. Wel af en toe op zo'n hele grote, mooie stereo FM-zender ergens in de Londen. En daar maakten we er zo bandjes voor. De Music Service Night, dat was ook nog heel aardig, weet je wel. En nu plotseling vroeg iemand, hey Bouwels, wil jij wat tapejes voor ons maken? Wat mooie programma's. En dat doen we graag. Mijn naam is goedemorgen, ofwel Theodorus Boudoos. Als je net je bed uitkomt, doe voorzichtig. Kijk uit voor het stukje zeep. Je weet het, hè? Onder de douche, dan kan zo'n stukje zeep heel gevaarlijk zijn. En dan, boem, is je elleboog breken. Weet je dat? Ja. Wist je nog niet, hè? Nou, probeer het maar niet. Een elleboogbreuk of een sleutelbeen, kijk maar uit. Nogmaals, oprecht, goeiedag allemaal. En dit is Rick Astley met Never Gonna Give You Up, Never Let You Down. Ik zal me eventjes uitleggen waarom er vandaag geen Monique Top 50 is. We hadden gisteren allerlei voorbereidingen getroffen, of liever gezegd eergisteren al. Maar je weet het, ik weet niet of je gisteravond toevallig het journaal hebt gezien. We hebben hier wat briesjes geblazen. En slachtoffers daarvan waren onder andere de alle voorzorgsmaatregelen die wij hadden getroffen. Lijsten, gym goals, promo-spots, weet je die dingetjes? Collages en zo. Dus het spijt ons verschrikkelijk. We wilden wel, maar de natuur was het niet met ons eens. Helaas. 10:12, dat was de nummer 1 uit de 50 van vorige week. Dus hij te houden. Rick Astley, I'm never gonna give you up. Tot 3:00 is dit Luke Darling bij je. We dragen gewoon allerlei lekkere deuntjes. Zoals onder andere deze van Karel Fielka. Hey Matthew. I was thinking with Matthew, we were watching TV. He said, hey Matthew, what do you see? Hi, this is Pepsi, and this is Shirley on Caroline 558, and you're listening to our favourite record, Can't Give Me Love. In het zondagmiddag matinee, dat heet tegenwoordig zondagmiddag live. Willen jullie in zondagmiddag live voor mijn man Frans en zoon Mark een plaatje draaien? Willen wij best. Mijn dank is enorm groot. Alvast bedankt. De blot dus. En veel succes met de hobby. Wat zeiden wij daar net over, zeep? Hobby. Weet je wel, kost hobby. Al die dingen, bloed, zweet en tranen zit erin. Helemaal gek. Pietje, bedankt voor je brief en schrijf nog een keertje. Trouwens, de poot van Raffles gaat niet door, want het beest zit al lang in Engeland. Die klacht tegenwoordig Engels, ja. Gelukkig voor hem en voor ons veel veiliger, want het kost je alleen maar kuiten, joh. Hier is McDonald uit de 50 en causing a commotion. Techniek Luc Dardim, dit is Dick Verheul. Met ingang van 1988 zal Radio Monique de Eredivisie Basketbalvereniging de Orca's gaan sponsoren. Vanaf 1 januari zal de nieuwe naam van deze in het afgelopen jaar op de derde plaats van de basketbalcompetitie geëindigde vereniging Kolf Molijn Radio Monique Orca's zijn. Deze Urkse vereniging sloot hiertoe deze week een 3-jarig contract met het Spaanse bedrijf Music Service SA. De overeenkomst houdt onder meer in dat de Orca's Radio Monique zullen gaan promoten en Monique de Orca's. Het is de eerste maal in de Nederlandse sportgeschiedenis dat een radiostation een sportvereniging gaat sponsoren. Tot zover het Radio Monique nieuws vanaf een woelige Noordzee, dan volgt nu het tijd zijn van 6:00. Techniek Luc Dardin en Dick Verheul, dit is Sebastiaan Black. Wij vestigen de aandacht op dat aan het eind van deze nieuwsuitzending een nummer zal worden doorgegeven. Met ingang van 1988 zal Radio Monique de Eredivisie Basketbalvereniging de Orca's gaan sponsoren. Vanaf 1 januari zal de nieuwe naam van deze in het afgelopen jaar op de derde plaats van de basketbalcompetitie geëindigde vereniging, Kolf Molijn, Radio Monique Orca's zijn. Deze Urkse vereniging sloot hiertoe deze week een 3-jarig contract met het Spaanse bedrijf Music Service SA.
De overeenkomst houdt onder meer in dat de Orca's Radio Monique zullen gaan promoten en Radio Monique de Orca's. Het is de eerste maal in de Nederlandse sportgeschiedenis dat een radiostation een sportvereniging gaat sponsoren. Tot zover vanaf een woelige Noordzee de uitzendingen van Radio Monique voor vandaag, zondag 18 oktober 1987. Radio Monique is bij u terug morgenochtend om 5 uur op de 963 kHz. Mede namens alle medewerkers aan land en de medewerkers aan boord van het zendschip de Ross Revenge, een prettige avond en graag tot morgen. Dan volgt hier nog een nummer. Nummer 47, exclusief. Herhaling, nummer 47, exclusief. Met de groetjes vanaf de Noordzee. Fire, we'd like to apologize for the slight technical problems we seem to be incurring this morning. Hopefully things are back together again. Live from the North Sea, we are Caroline 558 playing Europe's a better mix of the old and the new. It's Simon West for you, coming up on 12:15 on this Saturday afternoon. It's Bonnie Tyler now holding out for a hero. Good afternoon, Caroline is on. Luisteraars, een bijzonder goedemiddag. Het is 17 minuten over 12. Welkom bij de herstart van de uitzendingen van Radio Monique. We hebben een beetje problemen gehad met de generator, vandaar dat we niet de hele morgen in de lucht zijn geweest. Laten we hopen dat alles gewoon goed gaat. En zoals een heleboel van u wel zult weten, is de zaterdagmiddag normaal bestemd voor de Monique Top 50. En die gaan we dus ook gewoon doen, zij het wat later. Monique Top 50. Broadcasting live from the North Sea. We apologize for the technical problems we're currently experiencing. We hope to get things back to normal as soon as possible. Hope you'll please bear with us. Thank you very much. On Europe's better music radio station, Caroline 558. We'd like to apologize for going off the air, but we are now back. Sorry about that. 27 minutes before 9 o'clock, Caroline 558. Let's take a look at the weather. Mainly dry with bright spells today, a maximum of 15 degrees centigrade. The winds are southwesterly light. Sea at the South Falls is calm, and the visibility is good. Here's the alarm. Better music on Europe's Better Music Station, Caroline 558. Some bad news. Unfortunately, we are having to go off the air for essential engineering maintenance. We will hopefully be back in about 1.5 to 2 hours' time. Wij wensen nog een fijne zondag toe en graag wat dit programma betreft tot volgende week zondagmorgen om 9 uur stemt u ook dan weer af op deze zender. Luisteraars, goedemorgen. Het is net 10 uur geweest op deze zondag 25 oktober. Helaas, Radio Monique gaat de lucht uit voor in ieder geval 1,5 uur. We hebben wat ernstige technische problemen. Blijf het proberen. We proberen zo snel mogelijk erbij terug te zijn. Radio
that's a boy. Now listen to the man with the golden voice. And I'm only shooting love. And little hitting and the time balance. And wildfire. Bijna 4 minuten over het half. Luisteraars, goedemiddag. Dit is Radio Monique via de 163 kilometer. Ja, ik wist het ook niet meer. We zaten zo lekker in de zon. Maar we hadden het technische problemen. We hopen dat het allemaal opgelost is. En tot 6 uur vanmiddag is dit zondagmiddag live. Oh, what an extraordinary weekend this is turning out to be. Can't remember one like this since, oh, I don't know when. Caroline, 558 at 11:05, you'll be gratified to hear that the engineers have now stripped down the offending article, rebuilt it, and given it a good kicking, and all should be well now. Peter Phillips is here, thrown until 1:00, all things being equal, playing more of your favorite music, his boy George. Zoiets geloof ik, hè? Uit de zomer van 1985. Bruce Springsteen met I'm on Fire. En voordat ik het vergeet, luisteraars, we hebben gisteren een bezoek gehad van een leuk bootje uit Nederland. En daarop zaten wat fans van Radio Monique. En die hebben ook nog de groet ingesproken en dergelijke. En dat gaan we straks draaien, zo rond kwart over 3:30 en zo. Dus als jij er gisteren bij was hier, om het allemaal een beetje te bekijken hoe het nou werkt hier Radio Monique toestanden. Blijf erbij, want je hoort jezelf op de radio straks zo rond kwart over 3:30 op 963 Radio Monique. 16 over 3 als je er net bij komt op Radio Monique. Een hele goede zondagmiddag. Je had misschien vanmorgen ook al ingeschakeld na 10 uur. Toen waren we er even niet. Nee, we hebben namelijk, dat is een beetje nog steeds een gevolg van de storm die we gehad hebben ruim een week geleden. Wat technische problemen en dergelijke met de generatoren. Maar gelukkig, we zijn er weer en sterker nog, we zijn er om te blijven. Ik kan een plaat draaien speciaal voor Jack en Yvette in Den Haag. Heel graag. Speciaal voor jullie met de groetjes vanaf deze kant. Een plaat van Billy Joel. She can kill with a smile, she can wound with her eyes. 1965, jawel, goed geraden. Los Bravos en Black is Black. Achter mij zijn een aantal mensen die zich niet helemaal in kunnen houden, maar ze mogen zo meteen tussen 4 en 6. Hij en hemzelf, Luke Darin op de radio, maar voor het zover is nemen we even afscheid van elkaar. Dat was hem, mijn aandeel op het zondagmiddag live gebeuren, in het zondagmiddag live gebeuren. Dus zometeen tussen 4 en 6, Luke Darin, maar voor het zover is gaan we even een tapeje draaien van een aantal mensen die gisteren hier geweest zijn. Met een leuk bootje en die de groeten gedaan hebben en dat gaan we zometeen uitzenden. Wij spreken elkaar morgen weer tussen 9 en 11, een hele prettige zondag en maak er wat moois van. En als ik jou was, zou ik ervan nemen, want eventjes in die zon is de laatste keer dat kan zo'n beetje, dus... Zometeen Luc Darin, daar voor het nieuws en graag tot morgen. Hoi! Mijn naam is Henk van Meen. Ik wil graag de groeten doen aan mijn zusters, mijn zwagers en speciaal mijn ooms zeggen. Ik ben Erik van der Maro uit Strabezonde. En ik wil graag familie en vrienden de groeten doen. En natuurlijk niet te vergeten de bemanning van de Rose Revenge die ons zo hartelijk ontvangen hebben. Ik ben Ronnie Was en ik doe de groeten aan mijn ouders, familie en kennissen en aan het Radio Monique personeel aan de Caroline en speciaal aan Jackie Lee. Goedemiddag, ik ben Hugo Verwiering uit Roelwaarsveen en brengt zoals ieder jaar een bezoek aan de Roze Revenge, want het avontuur blijft lokken. Nu ik in de gelegenheid ben, wil ik alle luisteraars, sporters, fans en niet te vergeten de organisatie van Radio Monique bij deze de groeten doen. Bedankt. Het avontuur is al lang begonnen. Iedere dag commercieel vanaf de Noordzee. Monique, Luc Darin. Jos, mijn naam schrijf je anders. Maar goed, komen we zo even op terug. Hier een schrijven van een vaste luisteraar vanaf het begin, eind 84 tot aan vandaag de dag. Mijn grote complimenten voor uw zo succesvolle voortdrijvende radiostation. Ook ondanks de zeer kritische mededelingen over u in de Nederlandse media. Middengolf schijnt tegenwoordig onzin te zijn. Nou, lacht ze maar zeuren. Radio Monique op de Middengolf is dan wel niet in stereo te horen. Toch is de ontvangst uitstekend. Bovendien, op FM is geen enkel goed radiostation naar mijn mening. Applaus voor deze man! Monique 963 is heel gezellig en om naar te luisteren. Zeker de live programma's van... Stil! Zeker de live programma's van Luc Darin. Hij is de aanwist van en voor Monique.
Bij deze dus, Darding moet blijven. Heeft het even gehoord, baas? Luc, de hartelijke groeten van je grote fan en collega DJ. Jos Schrama uit Oudekerk aan de Amstel. Zo, muziekje er even onder. Jos, het is D-A-R-D-I-N. Dus niet heeft helemaal niks met Lex te maken, Harding of Darding. Het is echt niet. Het is Dardin. Dus, pen bij de hand, D-A-R-D-I-N. Weet je het nou? Gelukkig. Deze is voor jou. Zet hier nog eens even een rondje grote pils neer. Nee, niet voor hem daar, want meneer moet nog rijden. Nou, dan is hij toch verstandig. Ja, precies, heel goed. Vind ik ook. En dat kun je van jou niet zeggen. Trouwens, je wordt al aardig vastig van al die alcohol. En jij bent toch ook met de auto? Nou dan, want jochie, alcohol in verkeer, dat kun je niet maken. Dat is bloedling. Blijf bij de tijd. Blij alcohol tijd. In kracht 4. En we pippen en we draaien. The closer you get, the better you look, baby. 7 minuten voor 6, zo tegen de tijd van het programma komt er net een rare Engelsman binnen met een stofzuiger. En die gaat heel de zaak stofzuigen hier. Nou, is toch niet te geloven, ik ben bezig in een radioprogramma, dames en heren. Move up! Huppakee, eruit met die gasten. 6 voor 6. Inmiddels. Een lekkere stappersplaats van een jaar of wat geleden. Three on the waves and walking on sunshine. Het is bijna 4:05. Voor mij heb ik een briefje liggen van iemand uit België. Dat is van Danny en Danny heeft ook een achternaam, maar die kunnen we helaas niet lezen, want het is een beetje onduidelijk geschreven. En Danny is een hele trouwe luisteraar van Radio Monique. Daar zijn we blij mee natuurlijk, want in België hebben we ook een heleboel luisteraars. Maar Danny heeft een klein probleempje. Hij wil namelijk materiaal hebben over Radio Monique. Stickers, t-shirts, posters en dergelijke. En hij vraagt of wij daar een adres voor hebben, of wij weten waar dat een beetje te krijgen is. Dat weten wij zeker wel. Pak pen en papier, want in Amsterdam zijn een aantal mensen van de Stichting Mediacommunicatie. De heer Oldhoff en de heer Treffers onder andere. En die verkopen een hoop spullen over Radio Monique. T-shirts, tassen, stickers en dergelijke. En ze zijn te bereiken onder een telefoonnummer in Amsterdam. Dat is 020-621141. 020-62-1141. De mensen van de Stichting Media Communicatie. De heren Oldhoff en Treffers. Een hele goede middag, heren. Dus als mensen informatie willen over Radio Monique of dergelijke, t-shirts, stickers, posters, noem maar op, draagtassen, ze hebben werkelijk alles, tot en met cassettebandjes toe. De Stichting Media Communicatie in Amsterdam, 020-62-1141. Danny, bedankt voor je briefje en voor jou deze plaat van de Pointer Sisters. Nu we het er toch over hebben, over compleet gestoorde mensen. Er staat er eentje schuin recht achter mij. Maar dan hoor je ze direct veel en veel meer van. Veel minuten voor 6. Dit was een oud duidingetje van Icehouse. En dat heette Crazy Nigel. Kom maar hier, kom maar hier, kom maar hier. Goedemiddag. 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 Wat ga je doen dan? Het weerbericht. Ja, het weerbericht. Luisteraars. Hier is het weerbericht. Kom maar hier. Right. Bij een rustige Noordzee het Monique weerbericht. Ja. Er is nog wat regen of motregen. In de nacht en ochtend enkele mistbanken, morgen overdag of in toe zon en droog. Middagtemperatuur ongeveer 13 graden, morgen enkele graden lager. De wind is zwak tot matig en draait naar het noordwest rond kracht 3. Goed. Aan de kust is nog vrij krachtige wind kracht 5. Dat is het. Dat was het. Hartelijk bedankt. Dank je voor je hospitality. Hospitality. Please translate in Dutch. Dankjewel. Dat was Nigel met de weersvooruitzicht. En weet je die ook weer voor wanneer is het eigenlijk? Nou, tot met vrijdag. Is toch niet slecht? Wij weer een baan minder. Weet je, want ik zal de microfoon even recht voor in de gezicht zetten. Ik kan tenminste verstaan wat ik zeg. Was wel leuk, vonden wij. Ja. We had our
stroke of bad luck, wasn't it? 7:05, but Caroline 558 is now, finally, on Peter Phillips to be on the breakfast program from Europe's favourite. Weather-wise, we've got a mostly dry day in prospect, top temperature 13 Celsius. Let's start the program rather late, but nonetheless here with the Communard. Never can say goodbye. Over 8 op woensdag 4 november 1987. Dag luisteraars, goedemorgen en welkom bij de uitzendingen van Radio Monique voor vandaag. Een klein beetje later dan gepland, maar ja, u weet het, we hebben een 90 meter hoge antennemast en er waren wat kleine problemen mee, dus vandaar. Alles is nu weer verholpen en we zijn er tot 7 uur vanavond. Radio Monique op de 963. So 9:30 even, and the main story this morning is Luke Darden's mother's birthday, apparently. The IRA has admitted responsibility for the bomb which killed 11 people on Sunday. In a statement, it said, for Monique International News, this is Tanya Allen. It's 9 minutes to 10 o'clock. Caroline 558 is the station. Here's the good news: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. And the bad news, well, that comes later. But stay tuned for that. Caroline 558 with Europe's best music. And now for the bad news. At 10 o'clock, Caroline 558 will be going off air to complete some essential aerial maintenance. So stay tuned, don't touch that dial, and we will be back later this afternoon. Meanwhile, Cliff Richard, this is called Remember Me, fairly apt, I think, under circumstances. Remember, keep the radio tuned to 558. We will be back later on. Zo meteen tussen 11 en 12. Geen Ted Bouwens trouwens, want de Radio Monique gaat even de lucht uit voor een paar uur. Dan ga je ergens werkzaamheden aan onze antennemast. We zijn nog een uurtje of vanmiddag wel weer terug. Zo meteen vertelt Luc Darden u daar alles over. Wij nemen afscheid van elkaar. Bedankt voor het luisteren en graag tot kijken. Hoi! En tot zover het Monique Nieuws. Tot zover ook voor voorlopig vandaag de uitzendingen van Radio Monique. Want wegens werkzaamheden aan de antenne gaan we nu de lucht uit. Als alles goed is, zijn we vanmiddag om 4 uur weer te beluisteren. Een hele prettige dag alvast. Europe's better music radio station, 22 minutes past 6, and we are on with a new one now from Donna Summer, Dinner with Gershwin. Wat een tekst, oh yeah, bruine suiker.
Even wat ouderwetse rock'n'rolls aan het begin van het programma. De Rolling Stones en Brown Sugar. Is dat nou, ja, lekker gewoon, hartstikke lekker gewoon op woensdagmiddag. Beneden in de nieuwskamer zit Wim. Even kijken, hoe heet je ook alweer? Ik ben vergeten, sorry. Zeg het eens. Hij heet Wim van Egmond. Ja, zo is het. Ja, dat klopt. Goedemiddag. Ik had hem niet openstaan hier. Ik zat weer te kijken. Ik zit hier zo lekker te schommelen op die stoel vandaar. Ja, jij bent gelijk ingewijd, hè, vandaag. Nou zeg, een beetje zeeziek, maar dat is alles. Valt wel mee, dat gaat wel over. Gaat over. En je mag dit dan doen ook voor me. Nou, wat wil je nou nog meer? En die is er op de A10 Amsterdam richting Zaandam voor de Koentunnel 3 kilometer. En de A16 Rotterdam richting Breda op de Van Brienhoornbrug 3 kilometer. Dat was hem. Hey, Slimbo, Mr. Macho. Geen geintjes. Ik rij vanavond mooi niet met jou mee. Stel je voor, iemand die niet denkt, maar drinkt. Want alcohol en verkeer, dat kun je gewoon niet maken, weet je. Trouwens, je begint ook wel aardig vattig te worden van al die alcohol. Hoe mooi je ogen zijn, die rijdt, houdt op dik tot de tik. En hey, mag ik weer? Ja, mag ik weer? Ja, mag ik weer? Maar ik ben het bijna vergeten hoe het moet. Goedemiddag, welkom in Winka 4 tot 6 tot 6 uur. Rock and roll in je radio. Go outside, night, love time. 14 uur per dag, een muzikaal genoegen. Nee, 9, 6, 3. Wervelend, spraakmakend, boeiend, ongelofelijk, geschreven, actueel. Nou, niet. From the radio ship Ross Revenge, anchored in international waters of the North Sea, this is Radio Monique International on 963 kHz, with programs in Dutch from 4 o'clock in the morning until 6 p.m. GMT. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Radio Monique et nous émettons du Ross Revenge. Vous pouvez nous écouter à partir de 5h le matin jusqu'à 19h le soir sur 963 kilocycles. Auf 963 kHz hören Sie Radio Monique International vom Motorschiff Ross Revenge in der Nordsee. Auf 963 seid ihr dabei. Radio Monique International. Uitzendend op 963 kHz vanaf het radioschip Ross Revenge is dit Radio Monique International. Elke dag van 5 uur ochtend tot 7 uur 's avonds. Goedemorgen, het is 1 minuut over de klok van 5. Ik ben nog niet helemaal wakker. Tot vanavond 7 uur zijn er weer programma's voor u. En tot 6:30 kunt u luisteren naar Non-Stop Muziek. Het Monique Nieuws. Tot zover ook de uitzendingen van Monique voor vandaag, vrijdag 13 november 1987. Morgenochtend vroeg vanaf 5 uur zijn we er weer op 963 kHz. Voor dit moment een prettige vrijdagavond gewenst.
19 kHz is dit Radio Monique Internationaal. What can I say? She's a walking away. Op 819 kHz is dit Radio Monique Internationaal. Radio Monique is now broadcasting on 8.9 kHz AM. I don't blame you at all, cause you play the cool. Dat was de tijd zijn van 10 uur. Het is vandaag zondag 15 november. Goedemorgen. In een verpleeghuis in Loosdrecht is Pieter Menten overleden. Vanaf vandaag hoort u Radio Monique op 819 kHz. Er is tot verandering van de golflengte besloten omdat de ontvangst op 963 kHz de laatste tijd te wensen overliet en onze zender een ander radiostation zou kunnen storen. Met de uitzendingen op 819 kHz hopen wij een beter en storingsvrij signaal te kunnen bereiken. Dan het weer, de verwachting geldig tot middernacht. Toenemende bewolking en van het westen uit regen. Middagtemperatuur ongeveer 9 graden. Een waarschuwing voor de scheepvaart. Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden en Texel, Zuid 7. Rotterdam en IJsselmeer, Zuidwest 6. Dat was vanaf een enigszins woelige Noordzee het Radio Monique nieuws. On this Sunday morning. Good morning to you. It's the 15th of November, 1987. I'm Kevin Turner. Good morning to you. Hello, Kevin. We're here again. We're going into the details of yesterday's little fun and games a bit later on. Now it's Alison Moyer. And Is This Love? Caroline 558-916. Let's talk foreign. Morning. Vanaf vandaag hoort u Radio Monique op 819 kHz AM. Baby, you've got my undivided. Caroline 558 is 9:22 on this Sunday morning. One or two changes of all the good ship Ross Revenge in the last 48 hours or so. And the major one is you will no longer find Radio Monique or Viewpoint on 963 kHz. From today, they are both on 819 kHz AM. That's Radio Monique. And from 6 o'clock tonight, Viewpoint programs transmitted on 819 kHz AM. En in een nieuw jasje. 819. Dat was vanaf een moelige Noordzee het Monique nieuws. Dan nu het tijd zijn van 12 uur. Nieuw, beter, sterker. En in een nieuw jasje. 819. Erwin van der Blik. Monique top 50. Een goeiemiddag. Het is zondag vandaag, misschien een beetje vreemd, maar vandaag doen we de Monique 50 tot 3 uur vanmiddag, omdat we hem gisteren wegens de frequentiewisseling niet hebben kunnen uitzenden. Goeiemiddag, vandaag een lijst met 8 nieuwe binnenkomers, 25 stijgers, 15 zakkers, 2 zittenblijvers en maar 8 Nederlandse producten. Dat is een beetje weinig, hè? We doen de Monique 50 tot 3 uur, jongens, allemaal de 50 grootste hits van de hele Benelux. En laten we maar gelijk met de deur in huis vallen. Op 50, de eerste nieuwe binnenkomer, die is van Whitney Houston. I don't know why I like it.
Ja, het is emotioneel bezig. Komt nieuw binnen op nummer 50 in de Monique 50. Whitney Houston, I Get So Emotional. De derde single uit de LP, Whitney. En opnieuw een hit voor haar in de Benelux. En dat zal ongetwijfeld hard omhoog gaan de volgende week. De Monique 50, we doen het niet op zaterdag. Want gisteren waren we er niet. Wel op zondag vandaag. En we houden wat de zondag betreft vandaag gewoon de zaterdagmiddagprogrammering aan. Lekker verwarrend op 8-1-9. We hebben namelijk om 3 uur Wim de Valk met het eerste gedeelte van het Top 10 Pop Magazine playlist. Dat is tussen half 5 en 6 mag Bliekie weer plaatsnemen. Dus zullen we vast even ademhappen voor vanmiddag. 8 nieuwe binnenkomers vandaag in de Monique 50. Het is 5 over 12, hier is de tweede op 49. Chic en Jack LaFreak. Je hebt het te pakken, 819, wij zijn Monique en we zijn vooral op zo'n frequentie en ook voor ons is dat nog even weten. Ik moet steeds uitkijken om niet per ongeluk 963 te zeggen. Het is me nog niet gebeurd, laten we het dus zo proberen te houden. Je hoorde weer een nieuwe binnenkomen, Earth, Wind & Fire uit de LP Touch, nieuw op 46, System of Survival. 45 komt van 48, het gaat goed met Brian Ferry, hier is een nieuwe single, The Right Stuff. De Monique 50 doen we tot 3 uur, het is bijna 9 voor half 1. Vandaag hoort u Radio Monique op 819 kHz AM. On 11:56, and a reminder that if you're a follower of the Viewpoint programs transmitted from the ship, you'll find them from tonight on a new frequency, no longer on 963 kHz. Viewpoint is now on 819 kHz as of 6 o'clock tonight. I wish this chair would stop squeaking. That's Gardner and Dyke. On 558 kHz, this is Radio Caroline. Kevin Turner plays your music. Today, Radio Monique is now broadcasting on 819 kHz AM. Monique. If you can hear the sea, it's because I've opened the window just a crack to let a little bit of fresh air in because it is rather rough outside. So it might be a bit noisy. Caroline 558 with Erasure. En in een nieuw jasje. 819. Michael Jacks. Selected by Booz. Monique. As I lie here, thinking of you. Caroline 558, are you a Dutchman with a tuning problem? Avond, cursus. Muziek. Luister in de vrije weekend aan het begin van de avond naar de beste muziek. De LP Top 25, de favoriete LP-track van de luisteraar en 25 jaar popgeschiedenis trekt aan je voorbij. Tussen nu en 7 uur in een nieuwe aflevering van... Avondcursus Muziek. Rick van Rijn. Nelson put y'all in the city.
Dat was vanaf een zeer woelige Noordzee het Monique Nieuws. Dat waren ook de uitzendingen van Monique voor zondag 15 november 1987. Morgenochtend vroeg om 5 uur zijn we er weer op 819 kHz. Dan volgt hier nog een mededeling, dat betreft een nummer. Dat is nummer 75. Ik herhaal nummer 75, exclusief. En dat nummer heeft betrekking op nieuw. Nummer 75, exclusief, met betrekking op nieuw. Met de groetjes vanaf de Noordzee. Viewpoint 819 broadcasting until 11 tonight. And now, here's Johann Malzbach. Yeah, he does it. There was iets mis. Goedemorgen, het is vandaag 16 november 1987. Het Radio Monique nieuws iets later dan verwacht. In Zuid-Korea is officieel de campagne geopend voor de presidentsverkiezingen die op 16 december worden gehouden. Well, it's all happening this afternoon. My records have all fallen to the floor. Take me hours to pick those up. 40 minutes past one from Caroline 558. As I travel across the studio floor, these are the Rolling Stones' Honky Tonk Woman. Well, I think I've warmed up now. It's 22 minutes past one. The panel doesn't look strange anymore. Controlled, covered with uncontrollable buttons and switches. Here's Prince now. This is 1999's Caroline 558 with Europe's favourite music. Fun watching a northeasterly grow from nothing. Johann Malzbach, Garner Ted Armstrong, Ernest O'Neill, Roy Masters, Frank for today, Frank and Ernest, Word for today, Jewish voice, Jacob's ladder, putting life into perspective on Viewpoint 819 between 6 and 10 tonight. Get into the LA. Think positive. Think loving awareness. Now, all your favourites this Tuesday afternoon. It's Caroline 558 from the North Sea. 24 minutes past two. Do you remember this? Buffalo Springfield, for what it's worth. There's something happening here. Now, I'd love to find a camera out of the window and give you a picture of the North Sea. It's decidedly lumpy, or not as bad as it probably could be. We're lucky. It's Caroline 558, the Staple Singers. You ready? Techniek Erwin van den Bliek, dit is Wim van Egmond. Een bericht voor de scheepvaart, allen Noordoost 7. Tot zover vanaf een moedige Noordzee het Radio Monique nieuws en de volgende hier de tijd zijn van 4 uur. Nieuw, beter, sterker en in een nieuw jasje. 819. Monique. And a very good afternoon to the Allo Britannia. You've just sailed past your favourite music station, Caroline 558. Nigel Harris playing the music for you. Here's a Duran Duran now and a Spin Trade. Just past 4:30 from Caroline 558. The weather forecast says cloudy and misty with occasional rain tonight. Temperatures will reach a low of 3 degrees Celsius. The winds are northeasterly and moderate in force. The sea at the South Falls is slight, moderate, and the visibility is good.
You're wondering how come you've got strong winds on land and I'm giving out the sea conditions are slight to moderate. I'm totally wrong. It's moderate to rasa. I don't know what I was thinking about at the time. It's Caroline 558. Did you find something else to talk about? Is it only when you think? I think the Ross Revenge ghost is coming in the studio. I could have sworn the door opened just now, but there's no one here. Oh, well, never mind. Quarter to five, Caroline 558, broadcasting live from the North Sea. The new single from Michael Jackson says, The Way You Make Me Feel. Tim Allen's after the news at five. Keith Francis will read it. It's Europe's best music, 24 hours a day. It's a hard life, isn't it? You should be out here. 7 minutes to five from Caroline 558. Tim Allen follows the news at five, read by Keith Francis. I'll see you tomorrow at 1 o'clock. Weather permitting. Oh, dear, my stomach. I'll leave you with Jelly Beans and maybe something after it as well. Who found who, this is called. How come you can't blame it? 6 minutes past five, Caroline 558. Rocking and rolling from the North Sea this afternoon. A bit of a bad temper, North Sea. To say the least. Europe's favourite music on Europe's favourite music radio session. Tim Allen here, round for until 9 o'clock tonight, hopefully, with another 4 hours of Europe's favourite music. Plus, looking at those problems on the roads right now. A record from Whitney Houston from earlier on 1985. And I Wanna Dance with Somebody, a very good evening to you from Caroline 558. It's nice to have you along. Techniek Wim de Valk, dit is Wim van Egmond. Een bericht voor de scheepvaart Allen Noordoost 7. Tot zover het Monique Nieuws en ook tot zover de programma's van Monique voor vandaag 24 november van het jaar 1987. Morgenochtend om 5 uur zijn we weer te beluisteren op 819 kHz. Namens de medewerkers van Monique een prettige avond.